De eerste lange zin van Spinoza's verhandeling over de verbetering van het verstand kan worden gelezen als inleiding tot zijn ethica en tot zijn hele systeem, het begin en programma van zijn filosofie. Ik citeer integraal. Nadat de ervaring mij geleerd had dat al die dingen waar men in het gewone leven vaak mee te maken krijgt, ijdel en armzalig zijn, en daar ik zag dat alles waardoor en wat ik vreesde niets goeds nog kwaads inhield, tenzij in zoverre de ziel erdoor in beroering werd gebracht, heb ik te lange leste besloten te onderzoeken of er iets bestond dat een echt goed was en dat deel kon geven aan zichzelf. Iets waardoor als enig goed, met uitsluiting van al het overige, de ziel geraakt zou worden, ja, of er iets was waardoor ik na het gevonden en verworven te hebben een onafgebroken tot in eeuwigheid hoogste vreugde zou genieten. Einde citaat. Het is opmerkelijk dat hij die allen kennen als filosoof van de reden deze zin begint met aandacht te besteden aan de ervaring en de ik-figuur naar voren schuift als leidend voorwerp. Spinoza spreekt vanuit zijn eigen levenservaring, stelt vast dat die bevreemdend werkt, wat het begin vormt voor een zoektocht naar verbetering. In zijn ervaring wordt men in het gewone leven vaak geconfronteerd met leegte en zinloosheid, is men beheerst door angst en vrees, onderhevig aan de schommelingen van het gemoed. Maar hij heeft ook ontdekt dat hetgeen hij vreesde niet in zichzelf goed of slecht is. Goed en slecht zijn relatieve begrippen. We vinden de dingen goed of slecht al naar gelang ze de ziel in beroering brengen en ons vreugde bezorgen of vrees en droef maken. Een verbetering van ons leven is gerelateerd aan de begeerte, oftewel het streven om onszelf in stand te houden, maar ook met het idee wat dit streven begunstigt, de blijdschap die erdoor wordt opgewekt en onze levenskracht en handelingsvermogen doet toenemen in een zelfbevestigende beweging. En zoveel als mogelijk de droefheid, dat is de idee die onze levenskracht en handelingsvermogen doet afnemen, op afstand houdt. Om de zinloosheid en leegte tegen te gaan, kiest Spinoza voor een vol leven in eigen regie. Dit wil zeggen, hij kiest voor de filosofie. In overeenstemming met zijn visie op de mensennatuur en innerlijke economie van affecten, betekent de weg van de filosofie niet simpelweg de keuze voor enkel reden en theorie. Integendeel, tenzij reden en theorie anders worden begrepen dan men gewoon is. De verhandeling over de verbetering van het verstand is een tekst die is verschenen in de Opera Postuma of nagelaten schriften in 1677. In de overgang van 1661-62 schreef Spinoza aan Oldenburg dat hij werkte aan deze verhandeling. In ongeveer dezelfde tijd moet hij ook hebben gewerkt aan de korte verhandeling van God, de mens en de zelfswelstand. Daarover zijn aanwijzingen in diezelfde brief 6. De korte verhandeling werd pas ontdekt in de 19e eeuw. Ik vereenvoudig het verhaal een beetje. Werd pas ontdekt in de 19e eeuw als manuscript in het Nederlands. De tekst werd toen uitgegeven door Van Vloten en op deze uitgave zijn alle latere gebaseerd, zoals door Karl Gebhardt en Filippo Mignini. Van Vloten, en in zijn kielzog quasi iedereen, meende dat de korte verhandeling oorspronkelijk in het Latijn is geschreven en we hier beschikken over een vertaling in het Nederlands. Er zijn daarvoor goede argumenten aangebracht, maar er is ook veel speculatie mee gemoeid. Ik verkies een andere en meer simpele hypothese, Ockhams Scheermes, waarvoor ik argumenten vind in de tekst en in het reisjournaal van Gottlieb Stolle. De these met name dat het werk oorspronkelijk in het Nederlands is geschreven en de korte verhandeling de eerste schets is tot de ethica. Toen Spinoza op het idee kwam om zijn werk over ethica volgens de geometrische methode uit te schrijven, heeft hij de korte verhandeling onafgewerkt gelaten en is meteen overgegaan naar de ethica in het Latijn.
We weten dat Spinoza al werkte aan de ethica voor 1665 en dat hij dat werk toen heeft stilgelegd om zich eerst te buigen over het theologisch-politiek probleem waarvan het resultaat, de Tractatus Theologico-Politicus, in 1670 verscheen. De these van een korte verhandeling als eerste schets tot de ethica klopt met de chronologie, met het feit dat Spinoza de ethica in twee periodes schreef en verklaart de verandering tussen de korte verhandeling en de ethica, als ook tussen de delen 1-2 en 3-4-5 van de ethica. Antonio Negri heeft het in dit verband over twee fundamenten en een breuk. Ik zou het geen breuk noemen, maar er is volgens mij wel degelijk sprake van een beweging en verandering in het denken van Spinoza door de veranderde sociaal-historische omstandigheden, door zijn eigen ervaring, het schrijven van de Tractatus Theologico-Politicus en de reacties op dat werk, en omdat hij denkt in functie van de praktijk en het alledaags leven. In elk van zijn werken stelt Spinoza dezelfde kwesties aan de orde, maar ook legt hij een weg af. Hij is gericht op een doel en in die zin vormt elk van zijn werken een strategie. Er is een beweging tussen zijn vroegere en latere werk, maar de beweging is ook vast te stellen binnen elk werk. Wanneer we het hebben over zijn moraalfilosofie, moeten we daarom kijken naar alle werken. Van de verhandeling over de verbetering van het verstand, gepubliceerd in 1677, maar dus geschreven in de vroege jaren 1660. De korte verhandeling van God, de mens en de zelfswelstand, eveneens geschreven in de vroege jaren 1660. De Tractatus Theologico-Politicus, gepubliceerd in 1670. De Ethica, eveneens in 1677, maar geschreven dus in twee periodes, voor 1665 en tussen 1671 en 1675. En tenslotte de Tractatus Politicus, eveneens in de Opera Postuma, 1677 verschenen en waar Spinoza aan heeft gewerkt tot aan zijn dood. Ik zal in deze uiteenzetting niet ingaan op de politieke verhandelingen en laat dus het politieke thema buiten beschouwing. Ik focus kort op de korte verhandeling en vervolgens op de thema's van de menselijke natuur, soorten kennis en de relationele visie op het individu in de ethica. De verandering of beweging in Spinoza's werk heeft vooral te maken met drie thema's. 1. Goed en slecht. 2. De passies. En 3. Naastenliefde en het algemeen goed. Deze thema's hebben alle te maken met het politieke domein dat Spinoza wil analyseren op basis van wat de ervaring toont en verbinden met de menselijke natuur. Hij wil de passies benaderen op een vrije, onbevooroordeelde manier en dit betekent ze niet zien als gebreken, doch wel als eigenschappen van de mensennatuur. Net als hitte of koude geen ondeugden zijn, doch eigenschappen van het weer. Zo schrijft hij in het begin van de Tractatus Politicus. Ik laat dus het politieke thema terzijde, maar dit algemene doel waarin Spinoza zelf zijn moraalfilosofie plaatst, dienen we voor ogen te houden. De ethica is gericht op een neutrale, niet-normatieve, precies beschrijvende, verklarende kennis van de menselijke passies of het innerlijke leven van mensen. We herkennen dit doel ook in de inhoudstafel van de korte verhandeling, die vertrekt van dezelfde vragen en een analoge beweging vertoont. Er is eenzelfde intellectuele structuur, begrepen als geheel of als bouwwerk, dat verandert terwijl het zichzelf vormt, zichzelf opbouwt of reorganiseert. De relativiteit van goed en slecht, en vooral van wat goed is, want relativiteit van het slechte, komt bij Spinoza pas op het tweede plan. Dus de relativiteit van wat goed is, is een constante in zijn oeuvre. Het thema komt aan bod op het einde van deel 1 van de korte verhandeling. Iets is goed omdat het beter is dan iets anders. En iets is beter wanneer het nuttiger is. Goed is wat nuttig is.
waarbij nut wordt verbonden met ons bestaan, ons voortbestaan en ons welzijn. Hij heeft het over de tegenstelling tussen een algemeen idee en een bijzonder idee. De illusie van het absoluut goede, illusie, dus dat zoiets zou bestaan, als het absoluut goede, die komt doordat wij mensen geneigd zijn tot algemene ideeën, terwijl een beschouwing over wat en hoe iets werkelijk is, verwijst naar zijn bijzonder idee. Ook verdeelt hij alles wat bestaat onder in dingen en acties, waarbij goed en slecht tot geen van beide categorieën horen. In deel 2, hoofdstuk 3 van de korte verhandeling, komt hij op de kwestie terug en stelt dat elke keer dat iemand iets goed ziet of waant te zien, hij geneigd is om zich daarmee te verenigen. In deel 1, waar het gaat over God, wordt over goed onpersoonlijk geschreven, terwijl in deel 2, waar het over mensen gaat, goed wordt gezien in relatie tot de band met het object dat wordt geëvalueerd. Nog verder, in hoofdstuk 5, staat hij stil bij de liefde, oftewel de vereniging met het meest perfecte ding. Wij mensen zijn zwak en zouden niet kunnen bestaan zonder te genieten van iets waarmee we ons kunnen verenigen en versterken. De vraag is waarmee we ons verenigen, met vergankelijke dingen of met iets dat ons meer kracht geeft. Vergankelijke dingen bestaan trouwens ook in verschillende soorten die nog iets van, ik citeer, wezendheid hebben en andere zoals eer, rijkdom en lust die, ik citeer opnieuw, algeheel geen wezendheid hebben. Het is het wezen die de kenmerken van de objecten verbindt met de band die ons ermee verenigt. Spinoza's redenering in verband met wat goed en beter is, is gebaseerd op het gebrek, het metafysisch gebrek aan wezen. We vinden de relativiteit van goed en slecht terug in de ethica, maar op een heel andere manier. Nu heeft Spinoza niet langer meerdere dingen nodig, wiens eigenschappen met elkaar worden vergeleken, wat hem dan naar het wezen leidt. Want de relativiteit toont zich nu in het feit dat één en hetzelfde ding tegelijkertijd goed, slecht of zelfs onverschillig kan zijn. De identificatie van goed met nuttig in het begin van Ethica 4 wordt bovendien pas werkzaam door de identificatie van deugd met vermogen of kracht, potentia. Op dat punt gaat het niet meer over de graad van wezendheid. Het geheimzinnige wezen is niet nodig. Er wordt er ook niet gesproken over de menselijke natuur in termen van zwakheid en gebrek. Het is dus die idee van neutrale kracht om te denken en handelen die in de korte verhandeling op het tweede plan aanwezig is, maar op het tweede plan nu op het eerste plan komt. En een gelijkaardige beweging is te beschrijven in verband met het thema van de passies en het algemeen goed. Het normatief ethisch en of metafysisch karakter van de korte verhandeling is in de ethica vervangen door een neutrale beschrijving en verklaring. De korte verhandeling kan worden gezien als de nulgraad van Spinoza's niet-normatieve ethiek, van zijn ontologische ethiek of ontologie van het vermogen of de kracht. En om dit te verduidelijken, dienen we stil te staan bij het perspectief, het doel en de structuur of het bouwwerk van de ethica. In zijn ethica volgt Spinoza een streng synthetische logica en bouwt aan een progressieve compositie die vertrekt van de meest eenvoudige lichamen van uitgebreidheid en eindigt in het complexe leven van de innerlijke mens en de gemeenschap. Hij wil de passies en hun genese ontcijferen. De sleutel vindt hij in de sociale formaties en politieke instituties waarvan de natuur wordt geanalyseerd.
Dit betekent dat hij focust op de uiterlijke kenmerken van het innerlijke leven. Op de samenhang met de relaties en de natuurlijke en historische leefwereld. En op de uitdrukkingen, dat wil zeggen de teksten. In de ethica worden veronderstellingen en aannames beperkt tot het uiterlijke, materiële, fysieke veld van teksten, gebeurtenissen en feiten. En tegelijk is de focus op schijnbare tegenstellingen, aporieën, moeilijkheden en spanningen die zich daarin voordoen. Het is vooral Materon die hierop heeft gewezen. Spinoza focust op de menselijke aard en de affecten en begeerten die in beweging zijn en in beweging brengen. Ze bezitten, ik citeer, een praktische, strategische kracht van affirmatie en constitutieve weerstand zonder model of beperking. Citaat van Laurent Bauve. De menselijke conditie is een feit en toch ligt ze open voor de meest verscheiden invullingen. Streng theoretisch gezien weet Spinoza niet wat de mens is. En ik kan het zeer goed zonder doen. Meer nog, ik citeer Materon, deze gefundeerde onwetendheid werkt bevrijdend. Ze opent de ethiek en politiek voor de geschiedenis, dit wil zeggen voor de collectieve en constituerende praktijk van de natuur zelf. De vraag is, bestaat er in Spinoza's systeem een rigoureus uitgewerkte antropologie? Veel proposities van Ethica 2 gaan over een zijn dat altijd hetzelfde is en dat Spinoza ding, ziel, lichaam, mens, menselijke ziel of menselijk lichaam noemt. Afgewisseld met wij in de eerste persoon meervoud. De vraag naar een definitie van de menselijke natuur wordt intuïtief of fenomenologisch beschrijvend benaderd. Spreken over de mensennatuur gebeurt in de eerste persoon meervoud, omdat alles wat we dit kennen in zoverre we ons lichaam kennen en ons lichaam is onder andere een menselijk lichaam. We vinden iets preciezer informatie in de stelling 13 van Ethica 2, dat het lichaam het object is van de idee dat de menselijke geest zich vormt. Een actueel bestaande modus van uitgebreidheid en niets anders. Waaruit bijkomend volgt, ik citeer, dat de mens uit geest en lichaam bestaat en dat het menselijk lichaam zo bestaat als wij het ervaren. Zoals hij uitdrukkelijk zegt in de scholie, probeert Spinoza de eigenschappen te vatten van een lichaam voor zover het menselijk is, doch de uitkomst blijft vaag en dubbelzinnig. In de daaropvolgende postulaten lezen we: een menselijk lichaam is samengesteld uit verschillende individuen. Dit geldt trouwens ook voor dieren en planten. De individuen, of delen, die het menselijk lichaam samenstellen, worden geaffecteerd op veel verschillende manieren door uitwendige lichamen en ook omgekeerd, het menselijk lichaam kan op veel verschillende manieren een uitwendig lichaam affecteren. Hiertussen is er een correlatie. Hoe gevarieerder onze reactiemogelijkheden tegenover de buitenwereld zijn, hoe talrijker de affecties die we kunnen ondergaan zonder vernietigd te worden en hoe meer we kunnen geaffecteerd worden door de buitenwereld, hoe meer we de buitenwereld zelf kunnen affecteren. En dit is zo omdat elke verandering die we eraan brengen eerst gaat doorheen een verandering in onszelf. Een samengesteld individu kan met behoud van zijn natuur op vele manieren worden aangedaan. Ik citeer, lichamen onderscheiden zich immers van elkaar wat betreft beweging en rust en snelheid en traagheid van hun onderlinge delen, maar niet wat betreft de substantie die onveranderd blijft. En zolang ieder deel waaruit een individu is samengesteld zijn beweging behoudt en deze aan andere delen meedeelt, behoudt het individu zijn natuur, of het nu in zijn geheel beweegt, stilstaat of van richting verandert. Ik ga door met citeren. De gehele natuur is één individu waarvan de delen, dat wil zeggen alle lichamen, zich op een oneindig aantal manieren veranderen zonder dat het individu als geheel verandert.
Dit brengt Spinoza tot de aanname in Ethica 3, daar is één postulaat, het eerste postulaat, dus het enige postulaat in Ethica 3, dat het menselijk lichaam op veel manieren kan worden aangedaan die zijn handelingsvermogen vergroten of verkleinen of die dat niet doen. Tot zover geen criterium om het specifiek menselijke te onderscheiden. Maar misschien vinden we dat wel als we gaan kijken naar de reden. Brengt de reden ons dichterbij een onderscheidende definitie van mensennatuur? In stelling 38 en 40 van Ethica 2 verklaart Spinoza de basis van de gemeenschappelijke begrippen die de grondslag vormen van adequaat denken, oftewel onze reden. Dat de aspecten die alle lichamen gemeen hebben en op gelijke wijze, dat wil zeggen in gelijke verhouding, in dezelfde mate, in het deel en het geheel zijn, enkel adequaat kunnen worden gekend, sluit niet uit dat dieren over reden beschikken. Maar dat een idee dat in de geest volgt uit ideeën die in de geest adequaat zijn, tevens adequaat is, bevat de veronderstelling dat dit enkel geldt voor mensen. Voor Spinoza beschikken mensen en dieren in beginsel gelijkelijk over reden. Maar het zijn enkel de mensen die in staat zijn om daaruit de gevolgen te trekken. Maar waarom is het nu nodig voor de praktijk om deze kwestie te onderzoeken? Volgens Spinoza zijn interindividuele relaties gebaseerd op de gelijkenis. Dit betekent, hoe meer iets op ons gelijkt, hoe nuttiger het is. En niets gelijkt meer op ons dan de andere mensen. We moeten er daarom alles aan doen om met onze gelijken overeen te komen. En het is belangrijk om te weten wie onze gelijke is. De menselijke natuur wordt bepaald door de reden. Dit wil zeggen, door wat nuttig is voor onszelf behoud. Maar ook nog door iets anders. Wie onder de leiding van de reden leeft, zoekt immers niet alleen naar kennis voor zichzelf, maar streeft ook kennis na voor andere mensen. Mensen willen hun kennis verspreiden en de meeste vreugde komt voort van het succes dat ze daarbij boeken. Blijft de vraag welke van de twee voor ons het meest gelijkend is en bij gevolg het meest nuttig. De niet-redelijke mens of de redelijke niet-mens. Eerst stelt Spinoza de beide alternatieven met hun al even akelige gevolgen naast elkaar. En tenslotte opteert hij voor beide opties tegelijk, die hij provisoire dus tegelijk aanneemt, waardoor de klasse van de gelijken maximaal wordt uitgebreid, waardoor niemand wordt opgeofferd en zowel de niet-redelijke mensen, dat wil zeggen de mensen die de reden niet volgen, de mensen die de speelbal zijn van hun emoties, mensen die over minder verstandelijke vermogens beschikken of die deze helemaal ontberen, zowel dus deze niet-redelijke mensen als de redelijke niet-mensen, dat wil zeggen de dieren, worden ingesloten. Wellicht heeft Spinoza om een strategische reden de mens niet specifieker gedefinieerd. Als men theoretisch aanvaardt dat de klasse van onze gelijken de grenzen van onze soort overschrijdt en tegelijk aanvaardt dat er minder nadelen verbonden zijn aan deze klasse te zeer uitbreiden dan ze te scherp afbakenen, wordt het niveau van algemeenheid waarop de ethica zich situeert pertinenter dan wanneer het geval zou zijn indien de essentie van de mens wel specifiek en strak zou zijn gedefinieerd. Dus de letterlijke dubbelzinnigheid, niet streng gedefinieerde kennis of gefundeerde onwetendheid, zoals Materon het noemt, over de natuur of essentie van de mens, gaat samen met de neutraliteit die Spinoza in acht neemt terwille van de praktijk. Het is een inclusieve structuur van redenering, een strategie die Spinoza voortdurend toepast. Dat er verschillende soorten kennis zijn, is een kwestie die Spinoza doorheen zijn leven en werk heeft beziggehouden. Het is een dubbelzinnig en problematisch thema, een uitdaging voor de rationalistische interpretatie die de reden centraal stelt.
Op verschillende plaatsen zijn de soorten kennis anders onderverdeeld. Soms heeft hij het over 4, soms over 3 soorten kennis. De onderverdeling op zich lijkt een hiërarchie te suggereren, maar dat is in strijd met zijn inclusieve benadering en ook met wat hij op heel veel plaatsen stelt. En denk aan vooral de Tractatus Politicus. In de verhandeling over de verbetering van het verstand is de rede afwezig. In de korte verhandeling valt de rede onder het geloof. In de politieke verhandelingen vervalt de verwijzing naar het geloof. En scepticisme en dogmatisme worden beide gezien als dwalingen en dus bekritiseerd. Hè? De een met reden en de ander zonder reden. In de ethica valt reden samen met demonstratieve discursieve kennis en is beperkt tot de tweede soort. Maar ook de derde soort, de intuïtieve kennis, vindt haar oorsprong in de reden, gaat deze tegelijk voorbij en sluit weer aan bij de singuliere ervaring van affecten en verbeelding. In de tweede scholie, bij stelling 40 van Ethica 2, stelt hij het zo. Wij mensen kennen veel dingen en vormen algemene begrippen op 3 verschillende manieren. De eerste soort kennis wordt gevormd op basis van de individuele dingen die we wanordelijk ervaren en van tekenen, zoals van horen zeggen of hebben gelezen. En beide noemt hij mening of verbeelding en ziet dus beide als inadequaat. De tweede soort is wel adequaat en bestaat in de vorming van gemeenschappelijke begrippen en adequate ideeën van de eigenschappen van de dingen. De derde soort noemt hij intuïtief, is adequaat en dringt door tot het wezen der dingen. Opnieuw het wezen. Maar wat is dit? Waarom duikt het hier weer op? Meningen of verbeelding horen bij de menselijke conditie, doch ze blijven steken in de afzonderlijke, individuele, willekeurige en vooral in de passiviteit. Bij de eerste soort kennis laten we ons leiden door traditie, het zeggen van anderen, of onze impulsieve, onbeheerste, erg veranderlijke en dus wankele individuele gevoelens. Om het individuele en de willekeur te overwinnen, hebben we de kritische filter nodig van de tweede soort kennis. Onze ideeën worden adequaat als we ze toetsen en actief aan onderzoek onderwerpen, als ze de test van de tijd doorstaan en deelbaar zijn met anderen. Dit soort kennis is nodig, maar voor de praktijk is ze niet voldoende. Dat is pas de derde soort kennis die doordringt tot het universele wezen van de dingen. De intuïtieve kennis is direct in één oogopslag evident en sluit in een levendige wisselwerking aan bij de individuele, singuliere, bijzondere ervaring, affect en verbeelding, wat uiteraard ervaring, affect en verbeelding altijd zijn. We vinden bij Deleuze een interessante vertaling. Hij noemt de 3 soorten kennisideeën affectie, concept en essentie. Een affectie is de toestand van het lichaam voor zover het een actie van een ander lichaam ondergaat. Elke samenstelling of vermenging van lichamen is affectie. De eerste soort idee kent de dingen slechts door hun effect. Voor zover ik enkel affectie-ideeën heb, leef ik volgens het toeval van de ontmoetingen. Een lichaam wordt gedefinieerd door het geheel van de relaties die het samenstellen, of, wat op hetzelfde neerkomt, door zijn kracht om geaffecteerd of geraakt te worden. Zolang je niet weet wat de kracht is van je lichaam om geaffecteerd te worden, weet je niet waartoe je in staat bent en overstijg je niet het toeval van de ontmoetingen. We zijn volledig ingesloten in deze wereld van ideeën, affecties en de continue affectieve variaties van vreugde en droefheid. Ik ben geen oorzaak van mijn affecties. Ik bezit ze niet. Ze worden geproduceerd door iets anders. Ik ben passief. Het conceptidee daarentegen heeft niets te maken met het effect van een ander lichaam op het mijne. Het is een adequate denkwijze, omdat het een oorzaak begrijpt, omdat het weet of een bepaalde samenstelling of vermenging dit of dat effect heeft, omdat het zicht heeft op de manier waarop de relatie van het ene lichaam zich samenstelt met de relatie van een ander lichaam.
Deleuze geeft het voorbeeld van arsenicum. Dat, als ik het inneem, de delen van mijn lichaam ertoe brengt in een andere relatie te komen dan de relatie die mij kenmerkt. Wat goed is voor het arsenicum, maar slecht voor mij, het maakt mij droef, want ik steven af op de dood. Concepten zijn algemeen, collectief, verwijzen naar een veelheid, maar zijn daarom niet minder individueel. De derde soort idee, de essentie, geeft ons toegang tot de wereld van de zuivere intensiteiten. Wil dit nu zeggen dat we met de intuïtieve kennis kunnen ontsnappen aan de willekeur van de ontmoetingen of samenstellingen, vermengingen van de lichamen? Of anders gesteld, kan de adequate kennis over het wezen der dingen de schommelingen van het toeval opvangen en ons dichterbij de beheersing van ons lot brengen? De opbouw van de ethica suggereert van wel. Van een uiteenzetting van de denkcategorieën in deel 1 gaat hij over naar een analyse van de menselijke geest en het denken in deel 2. Vandaar naar een beschrijving van de aard en soorten van affecten in deel 3. Naar wat de kracht van de affecten betekent voor de vorming van een politieke staat, macht en onmacht in deel 4. Om te eindigen in deel 5 met de kracht die mensen in zichzelf en dus in hun reden, affecten en verbeelding kunnen vinden om te blijven bestaan en werken steeds opnieuw. Zoals we hebben gezien is duurzaam welzijn en geluk in het alledaags leven en in de politieke praktijk het motief van Spinoza's kennisonderneming. We leerden ook dat de metafysische notie van menselijke essentie vereenzelvigd met de conatus en vandaar de begeerte, een radicale breuk tekent met de traditie. Spinoza refereert in zijn fenomenologische fysica en geometrische portretten niet naar de algemene soort, doch naar de singulariteit van de individuen. Zijn ethica is niet gebaseerd op een ontologisch dualisme en is geen reductionistische natuurfilosofie die voorbij gaat aan de subjectiviteit van het individu en de gesitueerdheid in de historisch-sociale leefwereld. Zijn zoeken naar de essentie van de mens is een principe van bepaling en differentiatie, volgens Balibar. De klassieke antinomie van metafysica en ethiek wordt opgelost in de definitie van individu als res singularis of eindige modi van de substantie. Een gevolg daarvan is dat substantie en individualiteit wederkerige begrippen zijn in de zin dat de substantie of God of natuur een oneindig proces is van productie van vele individuen, terwijl veel verschillende individuen, dit wil zeggen die oorzakelijk onafhankelijk zijn van elkaar, het noodzakelijk bestaan vormen van de substantie. In de veelheid zit de differentie, de bijzonderheid, de verandering of variatie en de vrijheid en dus productie vervat. Dit betekent dat elk individu complex is, samengesteld uit delen. Een individu is een effect of moment in een proces van individuatie. Individuen vormen zich, ze zijn nooit af in definitieve zin, en zolang ze leven, en daardoor zijn ze productief en actief. Relaties tussen individuen zijn gebaseerd op hun gemene natuur, op wat ze met elkaar delen. Ze zijn gebouwd op het gedeelde, op het collectief, dat het handelingsvermogen en dus het vermogen tot denken en weten van de individuen doet toenemen en zo ook hun bekwaamheid om te bestaan. Wat betekent dat voor elk individueel ding de relaties de vreugde doen toenemen en de droefenis doen afnemen. In het voorwoord van de verhandeling van tot de verbetering van het verstand maakt Spinoza duidelijk dat zijn filosofisch programma wordt gemotiveerd door zijn eigen levenservaring. In het dagelijks leven wordt hij vaak geconfronteerd met gevoelens van vervreemding, leegte, zinloosheid en angst veroorzaakt door de veranderlijkheid van het lot. De vraag is of je daar iets kunt aan doen. Negatieve affecten leiden je weg van jezelf, maken je leven leeg en onwezenlijk.
plaatsen je voor de afgrond van het niets. En bij gevolg zoekt Spinoza het antidotum in de tegenovergestelde affecten, in de duurzame ervaring van vreugde en een leven dat aanvoelt als echt, een actief en vol leven. Het is niet zozeer de eindigheid van ons leven dat ons ongelukkig maakt. Zolang ons leven duurt en we het ervaren, is het oneindig. En op het moment dat het eindigt, zijn we niet langer, denken we niet langer en ervaren we niet langer. Maar terwijl we leven, kunnen we wel denken aan de eindigheid van ons leven en dat maakt ons droevig. Met ervaring van droevige gevoelens bevestigen we de droefheid. We worden gevangen in een neerwaartse spiraal van negatieve ideeën waarmee we onszelf schade berokkenen. Het recept voor een goed leven ligt dan ook voor de hand. Dit soort onproductieve ideeën vermijden en focussen op productieve ideeën. Om de negatieve affecten te kunnen vermijden, moeten we weten welke dat zijn en vervolgens hoe de economie van de affecten kan worden beheerst. Spinoza spreekt van een vol leven leiden, van leven als een filosoof. Negatieve affecten komen natuurlijk ook met tegenslag die verhindert dat we een leven leiden zoals we willen. Maar een goed leven is meer dan enkel vermijden van tegenslag en ongeluk. Het bevat een perspectief, de beweging van een eigen levensvorm en, volgens Spinoza, kennis of, meer bepaald, reden. Het is een zelfbewuste realisatie, een ondubbeld idee dat ervoor zorgt dat het gevoel van vreugde blijft duren en ertoe aanzet onszelf te overtreffen en dingen te doen of maken. Het gevoel van blijdschap bestaat in een gevoel van liefde voor het leven en de kracht om te handelen, aspecten die samenkomen, elkaar wederzijds bevestigen en duurzaam maken. Dit betekent dat enkel de volle levensvreugde, de droevige, nietigende gevoelens en destabiliserende willekeur op afstand kan houden. Essentieel voor de moraalfilosofie is het onderscheid dat Spinoza maakt tussen enerzijds de affectie en anderzijds het affect, dat zowel voor het lichaam als de geest een vermeerdering of vermindering van het handelingsvermogen met zich meebrengt. De affectie verwijst naar een toestand van het geaffecteerde lichaam en veronderstelt de aanwezigheid van een affecterend lichaam, terwijl het affect verwijst naar de overgang van één toestand naar een andere en een beeld of een idee veronderstelt. Maar omdat het affect van een andere aard is dan het beeld of de idee, kan het daartoe niet worden herleid. Is het geen vergelijking van ideeën en wordt elke zuiver rationalistische interpretatie onmogelijk. Spinoza bedoelt met de reden volgen iets anders. Immers, zoals hij zegt, ik citeer, als ik spreek over een grotere of kleinere kracht om te bestaan dan voorheen, dan begrijp ik dat niet als dat de geest de tegenwoordige toestand van het lichaam vergelijkt met het verleden, maar wel dat het idee die de vorm van het affect uitmaakt, min of meer bevestigt iets dat van het lichaam meer of minder realiteit bevat dan voorheen. Het cruciale onderscheid is dus dat tussen de actieve en de passieve affecten. De actieve affecten zijn gevoelens van vreugde en liefde, maar ze worden nog door iets anders gedefinieerd, waarin nu ook het tijdsaspect een rol speelt. Ze vermeerderen niet alleen onze perfectie, en dat wil dus zeggen de realiteit, onze realiteit, of handelingsvermogen, maar ze bezitten ten volle deze realiteit en kracht. Dit is wat Spinoza beatitudo noemt. En zoals Deleuze het verwoordt, ik citeer in het Frans, elles ont l'air de se conquérir et de s'étendre dans la durée comme les joies passives, mais en fait, elles sont éternelles et ne s'expliquent plus par la durée. Elles n'impliquent plus des transitions et des passages, mais s'expriment toutes les unes les autres sur un mode d'éternité avec les idées adéquates dont elles procèdent. We zijn dus aangekomen in deel 5 van de ethica op de plaats waar Spinoza heen wou. Ik citeer, naarmate iets volmaakter is, is het werk volmaakter, het is te zeggen reëler,
Is het werkzamer en ondergaat het minder? Omgekeerd, hoe meer iets werkt, hoe volmaakter het is. De reden is het eeuwige deel van de geest. Ik dacht misschien nog een stap terug, want ik vind zelf dat einde heel moeilijk. Nog een stap terug naar Ethica 4. Ik citeer: bij gelijkblijvende omstandigheden is de begeerte die uit blijdschap ontstaat sterker dan de begeerte uit droefheid. Aangezien de reden niets van ons verlangt wat tegen de natuur ingaat, eist zij dat iedereen zichzelf lief heeft, het eigen belang zoekt, dat wil zeggen wat hem werkelijk voordeel biedt en in feite alles nastreeft wat de mens tot een grotere volmaaktheid brengt. Indien de geest enkel op zichzelf zou staan en niets buiten hem zou kennen, dus niet op anderen zijn gericht, dan zou hij zonder twijfel minder volmaakt zijn. Want voor een mens is niets nuttiger dan een andere mens. De reden gaat per definitie zichzelf voorbij en is gericht op de veelheid. Dat de deugd omwille van zichzelf wordt nagestreefd en dus omwille van zijn eigen leven, wil zeggen in Spinoza's termen, omwille van een vol, actief en vrij leven. Dit is waarin men de begeerte volgt die uit de reden ontstaat en die niet te groot kan zijn. Waarin men zich laat leiden door de reden en dus niet door de vrees en men niet iets goed doet, enkel en alleen om het slechte te vermijden. Onder de leiding van de reden streven we een goed onmiddellijk na omwille van het plezier van zichzelf. En daarmee wil ik nu wel eindigen. Ik heb hier nog op die slide de literatuur die ik gebruikt heb voor deze tekst aangegeven. Oké, dus nu is het moment om een vraag te stellen of je te hebben. Juist in het laatste heb je een citaat gezegd, dus de reden is gericht op de veelheid. Maar dat is dus bij mijn vraag zou dan op willen zijn, omdat dat in het Latijn die veelheid Spinoza heeft neergeschreven, omdat in het Latijn heb je een onderscheid tussen multum en multa. Ja. Alle twee een veelheid, daar zit een groot verschil tussen. Een beetje in het Engels eigenlijk hetzelfde als het verschil tussen much en many. Mm-hmm. Dus multa is eigenlijk datgene wat je bijvoorbeeld, ik zal het uitleggen met Netflix, dat is multa. Je raakt er eigenlijk niet meer aan uit. Ongelooflijk veel films. Dus tegenover multum is eigenlijk een rijkheid die in de diepte gaat. Ik neem het voorbeeld ook van de Jesuit, de stichter van de Jesuiten, dat als leuze multum non multa. En het idee is eigenlijk dat de geest veel meer baat heeft met multum. Mm-hmm. En dat hij dan eigenlijk, hè, dus als hij in de diepte gaat, kan hij eigenlijk ware smaak ontdekken. En ontdekt hij dus een soort van genot zelfs. Mm-hmm. Tegenover, als het louter een veelheid is die in de breedte gaat, dan verliest hij zich er als het ware in. Kan hij nooit echt tot ware inzicht komen. Ik wijk misschien een beetje af, maar ik vroeg me toch af, is het dat wat Spinoza, dus die veelheid waar hij dan van spreekt, zie je dat eerder in de richting van multum? Of toch eerder in de richting van multa? Mm-hmm. Dank je wel voor deze opmerking, bijdrage, toevoeging, moet ik eigenlijk zeggen, en vraag. Ik vind dat heel interessant en het is iets waar ik wil nog bij stilstaan. Maar tegelijkertijd moet ik u misschien een beetje teleurstellen, want het stukje veelheid was geen citaat in dit geval en was iets dat ik heb toegevoegd en komt uit een andere context. Dus normaal gezien houd ik me eigenlijk bezig met het politieke denken van Spinoza en
Ik gebruik het woord, Nederlandse woord veelheid hier als vertaling van zijn Latijnse multitudo. Zoals hij, waarover hij spreekt in de Tractatus Politicus. Dus het is eigenlijk een heel ander spoor dan wat u stelt. Dus ik zou dat... ik moet daarover nadenken hoe zij dat daar mogelijkerwijze toe verhoudt. Ik zou denken tot de beide en geen van, tot de beide en geen van beide. In verband met multa en multum. Maar multitudo, ja, dus mijn antwoord gaat nu eigenlijk in een heel andere richting dan waarover mijn tekst hier nu ging. Ik wou eigenlijk tonen hoe dus eenvoudig gezegd, de Spinoza's relativerende begrip van goed is wat nuttig is, hè. Dat is bekend, denk ik, daar begrijpt iedereen zo meteen waarover het gaat, hè. En wordt dan ook door sommigen geïnterpreteerd als een egoïstische ethica enzovoort, hè. Maar wat het totaal niet is, want het staat geheel in functie van zijn, ja, van zijn moraalfilosofie en tegelijkertijd ook van zijn politieke denken. En hij probeert net aan te tonen hoe enerzijds heb je dus het belang van de reden, de rol van de reden, wat de reden kan spelen, maar de reden is tegelijkertijd, de reden is zelfbehoud nastreven. Hè. Doen wat goed is voor jezelf, je eigen voordeel. Maar doen wat goed is voor jezelf, sluit precies in dat je gericht bent op de anderen. Dus Spinoza is ervan overtuigd dat is, en dat is bovendien een neiging van mensen. Mensen neigen ertoe. Dus het is geen norm die hij vooropstelt, hij is ervan overtuigd dat dat zo is. En dus dat mensen willen, de grootste vreugde ervaren ze wanneer ze... Ja, en dus dan komen we tot wat ik zeer moeilijk vind bij Spinoza, begrijpen wat hij bedoelt met die intuïtieve kennis en doordringen tot het wezen van de dingen zoals dat in het vijfde hoofdstuk beschreven staat. En ik begrijp dat als ik terugga naar de hoofdstuk, naar de eerste delen en vooral de delen 3 en 4, of 2, 3 en 4. Waar volgens mij, dus dat heb ik proberen te tonen, over... dus om te beginnen, dat hij de menselijke natuur een ethica, is gebaseerd op de natuur van de mensen, hoe mensen zijn. Dus als je daarover spreekt, ga je daarvan uit, blijkbaar dat er een natuur, mensennatuur is. Hè? En dus moet je die dan kunnen definiëren. Dus de rationalistische Spinoza wil dat allemaal mooi logisch uitleggen. Hè. En dan probeert hij dat te doen, maar uiteindelijk is er geen eenduidige definitie van de mens. Tenzij een zeer brede, hè, oningevulde, waarbij heel duidelijk, hè, Spinoza is bekend als diegene die de reden verdedigt en de affecten moeten vermeden worden. Wel, dat klopt gewoon niet. Hè. Hij probeert te beschrijven wat is. Hè. En wat is, je hebt, mensen worden doorgaans veel meer door allerlei ondoordachte affecten beheerst dan door de reden. Nochtans zouden ze er goed aan doen voor zichzelf om wel de reden te volgen. Maar die reden sluit dus die andere mensen in. Enfin, nu, ik geef een zeer ongestructureerd antwoord, omdat ik heel veel wil zeggen. Maar dus die veelheid was bij mij een beetje geforceerd in, tussen die citaten om de rol van de andere mens, de veelheid, wat bij Spinoza een essentiële rol speelt, is omdat hij uitgaat van de ervaring. En de ervaring is altijd de bijzonderheid. Hè? De bijzondere idee is dus op zoek naar... Hij probeert dat te, weer te geven en op een goede manier in zijn ethica. En bijzonderheid betekent verschillen. En verschillen betekent natuurlijk een veelheid. Hè? Dus want je kunt geen verschillen hebben als er maar één is. Hè? Dus het sloeg op die diversiteit eerder dan multum of multa. Een heel korte ja nee vraag, ja, maar dan stel ik voor dat we, omdat we toch enigszins rekening moeten houden met het programma, dat we koffie gaan halen en ons dan klaarmaken voor de volgende lezing. Dus
Baby, ik kan een korte ja niet gebruiken. Okay. Is er bij Spinoza nog enige plaats voor normativiteit? Nee. Okay.